Hallo mensen, welkom bij een nieuwe livestream. Vandaag ben ik met de enige echte Ballyman. Hey. Welkom, hoe gaat het? Het gaat heel goed, Akim. Hoe gaat het met jou, jongen? Met mij gaat het heel goed. Met mij gaat het ook goed. Ik ben alleen maar thuis. Ja, ik ben ook thuis, man. Door corona zitten we veel thuis. Maar Akif, we kunnen nog steeds veel dingen doen, man. Wat doe jij dagelijks? Door corona. Ik ben bezig met projecten. Ja, ik zag het, man. Jij gaat veel video's maken deze weken. Maar wij kunnen nog niet zeggen wie dat zijn allemaal. Ik heb wel gezien, maar je moet dat nog niet zeggen. Dat zijn nog grotere mensen dan mij, hè. Nog 20 keer groter dan mij, hè. Ik stap, jij bent genoeg eigenlijk. Ja, maar love, man. Ja, weet je wat ik allemaal doe, Akif? Wil je dat weten? Ja, wat doe jij allemaal? Want ik zag... Wat ik allemaal doe is, Akif, kijk, ik heb in achtertuin een paar trainingspullen. Heb ik zo'n schuurtje van gemaakt. En daar train ik elke dag, man. 1,5 uur zeker. En ik doe ook FIFA, veel FIFA spelen. Ik zou eigenlijk met je ook FIFA spelen, maar mijn internet ligt eruit. Dus ik moet een week wachten, anders hadden wij ook FIFA gedaan. Ja. Maar die komt er sowieso aan. Ja. Voor de mensen die dat niet weten, die komt sowieso aan. En plus, ik train gewoon thuis. Normaal doe ik FIFA, deze week kon ik dat niet doen. Ja, veel thuis. En af en toe ga ik met auto rondje rijden, maar dat als ik een boodschap nodig heb, dan haal ik even snel boodschap en dan ga ik weer naar huis. Ja, want Ballyman. Ja. Kijk, ik ken jou wel. Ik en jij hebben natuurlijk heleboel gepraat, maar ik kreeg afgelopen week vragen over jou. Iemand vroeg: Hoe is Ballyman zo goed in voetbal? Hoe ik zo goed ben geworden, Akif, kijk, ik zeg nooit over mezelf dat ik goed ben. Maar ik doe al sinds 2014 ben ik al bezig. Dus dat is echt langer dan 5-6 jaar. En elke dag, ik doe elke dag trainen. Kijk, nou wil ik ook veldvoetbal gaan doen. Ik deed altijd al veldvoetbal, maar ik ga jou die vraag vertellen, kijk. Ik deed altijd al veldvoetbal. Maar daarna was er bepaalde dingen gebeurd. Moest ik veldvoetbal laten. Was ik bezig met video's, had ik 2-3 video's gemaakt. En ik vond het ook leuk. En zo ben ik verder gegaan. Opeens werd ik eigenlijk groter en groter. En ik zag daar ook mijn brood in. Dus had ik veldvoetbal een beetje gelaten, deed ik verder met video's maken en zo. Dus ik ben al 6 jaar bezig en ondertussen deed ik ook voor veld trainen. Kijk, ik maakte video's. Na mijn video's opname deed ik ook voor veld trainen. Dus ging ik echt serieus trainen. En dat doe ik nog steeds. Maar na de zomer, als corona voorbij is hopelijk, wil ik wel bij een club gaan aanmelden. Maar ik weet nog niet welke club, of het nou prof is, ik weet dat niet. En ik ben benieuwd naar, heb jij ooit een uitnodiging gekregen van een club? Ik heb, kijk, door mijn video's heb ik wel bepaalde clubs die mij hebben benaderd. Maar met wie ik echt goede contact heb, dat is een club in Frankrijk. Dat is Olympique Marseille. En die sturen mij, hebben mij een paar dingen opgestuurd. En als er nou geen corona was,
was ik daar, man. Dan zou ik daar video's opnemen en zo met profvoetballers en zo. Maar wanneer corona inshallah voorbij is, heb ik een uitnodiging van hun dat ik naar daar toe mag gaan. Ja, inshallah, maar we blijven bezig, Akif. Je weet, ik ben al kei lang bezig. We geven nooit op. Ook al vallen we 20 keer, we gaan 50 keer door, snap je? Wij kunnen niet in één keer van 0 naar 100 gaan. Dus we moeten kleine stapjes maken, man. We moeten gewoon blijven proberen. Kijk, ik heb zoveel dingen gezien. Kijk, ik zit al 6 jaar op Instagram, hè. Ik heb al sowieso veel dingen gezien. Kijk, misschien is het 100 keer bij mij niet gelukt. Maar ja, ik ga wel door, snap je? Je moet nooit opgeven. Ja, dat is het. Kijk, maakt niet uit wat je doet, hè. Maakt niet uit wat je doet. Alles... Je kan gewoon alles. Snap je? Ja. Kijk bijvoorbeeld, ik ga je ook iets zeggen, Akif. Ik ken jou al lang. Ik was ook één keer met jou. Kijk, jij kan wel meer dingen dan mij, snap je? Jij kan DJ, jij kan programma's maken, jij kan websites maken. Ik kan dat niet. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ben sowieso trots op jou. Jij kan echt veel dingen, man. Ik ben echt... Toen jij tegen mij vertelde dat jij zulke dingen kon, ik was echt blij. Ik dacht, wow, man. Jij bent echt de motivatie, snap je? Nee, maar weet je wat het is? Kijk, het is eigenlijk in het leven kan je echt heleboel dingen bereiken, maar... Je moet in jezelf geloven. Ja, geloven. Kijk, daar zeg je heel goed, Akif. Kijk, zolang jij niet in jezelf gelooft, gaat het jou nooit lukken. Kijk, ik geloof dat ik dadelijk, inshallah, daar ben. Maar ja, daar moet ik nog hard voor werken, snap je? Ik heb wel wat bereikt, maar moet nog meer. Moet nog groter, inshallah. Kijk, ik ben ook bezig. Kijk, ik heb binnen een paar weken heb ik ook mijn eigen hoodies. En ik ga ook veel dingen weggeven, snap je? Ik heb zoveel hoodies besteld, ik heb die binnen een paar weken en dan ga ik die gewoon uitdelen, man, aan mensen. En het is ook, je moet nooit opgeven, man. Klopt, nooit opgeven. Ja, bij alles eigenlijk. Ja, bij alles. En nog iets, hè. Kijk, wij zouden eigenlijk FIFA doen, dat is niet gelukt. Maar er komt nog een extra video. Wij gaan een video maken. FIFA video, of niet, Akif? Ja. Maar verliezer, wat ging verliezer doen? Dat hebben wij via app besproken. Opdrukken of... Of? Ei op je hoofd. Ei op je hoofd, hè. Maar je weet wie er gaat winnen. FIFA ga ik sowieso afmaken. Nee, man. Maar wat doe jij? Wat doe jij dagelijks? Wat doe jij? Train jij? Wat doe jij? Ben je al dag bezig? Ja, eigenlijk train ik ook. Niet echt elke dag, maar ik heb thuis een loopband. Je hebt loopband thuis? Ja, en om de week ga ik elke per dag even buiten. Dat is wat. Waar het niet druk is, ga ik gewoon. Ja, jij moet sowieso niet naar drukke plekken gaan, Akif. Gewoon even naar buiten, dat kan, maar niet met mensen in contact komen. Nee. Gewoon veel thuis blijven. En oh ja, voor de mensen, kijk, hè, ik en Akif hebben wel trainingsspullen. Maar je kan ook zonder trainingsspullen trainen. Kijk, bijvoorbeeld, jij kan opdrukken, jij kan buikspieren, jij kan op en neer springen. Jij kan van alles doen, hoeft niet per se trainingsspullen. Ja. Kijk, trainingsspullen maakt het alleen makkelijker voor je. Maar ja, zonder dat kan je ook gewoon trainen, man. Ja, en heb je nog tips voor de kijkers? Ja, sowieso, blijf thuis, blijf veel thuis. Ga niet naar buiten, naar onnodige plekken. Blijf fit. Ga niet al dag op bank liggen of in bed liggen. Ga gewoon in de achtertuin een paar beenoefeningen. Je kan buikspieren opdrukken.
Ik kan van alles, Akif. En als je mogelijkheid hebt om trainingsspullen te halen, dan zou ik dat wel gaan doen. Want dat is makkelijker voor je om te trainen, man. Ja, man, voor de mensen, blijf gezond, doe je ding. Meer heb ik niet te zeggen, man. En jij, Akif, wat heb jij voor die kijkers te zeggen? Je hebt alles gezegd. Ik heb alles gezegd, Akif. En nog iets. Wat we zou ik zeggen, na corona, oh ja, na corona, als deze voorbij is, inshallah, ben ik sowieso met jou. We hebben al een video gemaakt samen, maar dit keer maken we nog dikker, nog beter. We gaan gewoon knallen, man, Akif. Jij en ik naar de top. Lekker. Ja, maar jij en ik, had je gezien die Marseille had gedeeld? Olympique Marseille. Dat was eerlijk, ik zeg eerlijk, Akif, kijk, ik heb wel contact met die mensen, maar ik had niet verwacht dat ze hun stuurden mij gewoon een bericht van, kunnen wij deze video delen? Ik dacht, wow, ik was, hey, Akif, je wil niet weten, hè? Ik was echt in shock, ik dacht, wow. Nee. Ze hadden mij al 3 keer gedeeld volgens mij. En ja, ik maak zo. Ik heb sowieso ja, ik heb best goede contact met hun. Dus hun zagen mijn video met jou. Hun vonden echt dikke video. Hun zei misschien mag deze delen en zo. Hun zei zo, wat is die? Hun vroegen ook jouw Instagram. Die had ik ook gegeven aan hun. Was leuk toch? Maar ja, we zijn hard bezig, snap je, Akif? Kijk, jij bent heel dag bezig, ik ben ook heel dag bezig. We moeten gewoon knallen. Wanneer corona voorbij is, wij gaan echt dikke video's maken. Wij gaan gewoon in 1 dag gaan wij misschien 20, 30 video's maken. Ja, hopelijk. Ja, Bayouma, ik heb nog een vraag. Ja, toch, vertel. Wat deed jij voor corona? Dus Kijk. normaal. Ja, kijk, voor corona, kijk, Akif, kijk, ik heb wel aantal veel volgers. Ik zit volgens mij nu op 38.000 en heel Eindhoven, ik kom uit Eindhoven. En heel Eindhoven kent me wel een beetje wie ik ben en zo. Dus ik had gewoon keiveel boekingen en zo. Dus ik ging naar Panacos, ik gaf voetbaltraining aan kinderen. Ik ben zelfstandig ondernemer, snap je? En daarnaast had ik ook een eigen website waar ik mijn eigen kleren verkocht. En dat was het, man. Ik deed gewoon voetbaltrainingen. Ik was bezig met mijn eigen voetbalschool, maar door corona moet ik dat een beetje uitstellen. Maar die komt er sowieso aan, Ballyman voetbalschool. Nee, hoop hopelijk te weten verstegen in Amsterdam. Wat zei je? Als je in Eindhoven hebt geopend, Ja. hoop ik de tweede in Amsterdam. Kijk, weet je wat het is, Akif? Kijk, die voetbalschool die ik ga doen, die ga ik in Eindhoven beginnen. Ik begin in Eindhoven en dan ga ik steeds meer naar andere steden ook doen. Maar ik ben bezig. Eerst ga ik hier beginnen waar ik vandaan kom. En dan ga ik steeds meer opbouwen, man. Ik hoop dat ik heel veel aanmeldingen krijg, zodat ik nog groter, nog meer plekken kan doen. En dat wil ik al kei lang, man, Akif. Ik ben daar al jaren mee bezig, man. Ja, want ik weet ook, voetbal is echt jouw ding. Ja, kijk, Akif, je hebt dat zelf ook gezien, hè. Ik kan niet veel dingen, maar ik kan wel voetballen. Maar weet je wat het is? Kijk, Vertel. om eerlijk te zijn, ik ben niet echt fanatiek, maar de enige sport waar ik kijk is voetbal. En voetbal is gewoon het meest gedaan.
Ja, maar Akif, ik ga je eerlijk zeggen, los van voetballen, ik heb ook een paar filmpjes van jou gezien. Jij kan gewoon fucking thaiboksen. Ja. Wat, jij kan, voilà, jij kan gewoon thaiboksen. Ik heb gezien, je slaat zo op die boksbal en zo. Ja, Maar wat zijn jouw hobby's? Kijk, los van voetbal, jij kan voetballen, je hebt met mij gevoetbald. Maar wat zijn er nog meer sporten die jij leuk vindt? Zwemmen, doe jij vaak zwemmen? Eén keer per week doe jij gewoon altijd zwemmen. Dat is wel goed, man, Aki, maar. Heb jij een eigen zwembad in Turkije? Voilà. Ja, maar ja, dat is beter dan niks, hè. Ik heb dat niet. Actief man, dat is wel dik man. Ja, ik had gezien, ik zag jouw filmpje. Ik denk, wow, joh, deze Actief kan gewoon ook Thai boksen man. Ja, kickbox bedoel ik. Maar wat doe je nog meer? Buiten Thai box, buiten zwemmen, doe jij nog andere leuke sporten of niet? En fitness. Oh ja, fitness ook. Oh ja, klopt, klopt. Kijk, weet je wat ik leuk vind, Akif? Kijk, sowieso, voetbal, los van voetbal, vind ik thaibox ook wel leuk, man. En fitness. Kijk, ik train ook voor. Ja, man, klopt. Ja, klopt, man. Ja, man, je moet gewoon. Ja, man, wat moet ik nog meer zeggen? Je moet gewoon je ding doen. Blijven knallen, blijf je ding doen. En veel thuis blijven. En er komt nog een extra video, FIFA-video aan voor jullie, voor de kijkers die dat niet weten. Ik tegen Akif, de verliezer, gaat een opdracht doen. Of opdrukken, of ei tegen je hoofd. Dus abonneer zeker, like, deel, alles man. Loof naar Akif. Ja. Hey mensen, dit gaan jullie niet serieus nemen, maar luister. Ik ken Akif, ik ging voetballen. Ik zei tegen Akif, kon jij ook maar voetballen? Deze man staat gewoon op, hij gaat gewoon met mij voetballen. Kijk de video op mijn Op zijn Insta, op mijn Insta staat hij volgens mij ook. Volgens mij weet ik niet zeker. Anders komt hij sowieso dadelijk erop. Ja man, Akif, veel heb ik niet te zeggen. Doe gewoon je ding, blijf knallen. Ja, TikTok heb ik ook man. Ja, weet je. Ja. Ja, kijk, je kan, weet je wat bij TikTok is? Je kan veel dingen doen, hè. Je kan echt veel dingen doen. En TikTok, weet je wat ook is? Je krijgt daar, ja, je hebt daar veel jonge kijkers. Snap je? Op Insta heb je meestal ouderen, hè. Toch? Ja, zeker leuk, Akif. Ik vind dat zeker leuk, TikTok. Kijk, ik heb gewoon alles. Ik heb Facebook, ik heb Instagram, ik heb TikTok. Kijk, als jij iets deelt, dan. De Kijk, als ik een video maak, ik deel die, dan deel ik die op alles. Ja, man. Ja, klopt. Ja, man, ik heb.
echt leuk dat je er was. Ja, maar sowieso. En Akif, hè. Deze mensen weten, kijkers weten niet, maar je hebt echt grote namen. Je hebt echt grote namen met wie je video's gaat maken. Dus mensen zijn sowieso in de gaten, zijn video's die eraan gaan komen. Want die mensen die hij heeft, geloof me, je gaat van schrikken. Jij bent gewoon de eerste. Ja, dat waardeer ik echt, man. Ja, man, sowieso. Dankjewel dat ik de eerste was, man. Ik ben daar echt blij mee, man. Lof. Ja, bedankt dat je er was. Ja, jij bedankt sowieso. Je weet, altijd. Je kan me altijd berichten. Je kan me altijd dingen sturen. Ik ben altijd ready voor jou, man. Ja, man. Oké. Dan zie ik jullie volgende keer. Blijf bij je, man. Volgen. Blijf mij volgen. Hou ons in de gaten, man. Ik kom er nog mee. Er komen, Akif, er komen nog 10 keer gekkere dingen aan. Abonneer, like, deel, alles, man.